Tje, ha, yeah, mic check, 1, 2. Ik ben Laila, ik ben 35 jaar. Woont u hier in Vinspangen? Nee, maar ik heb er wel gewoond en ik heb nog wel familie hier wonen. Wat vindt u veranderen aan Spangen vroeger en nu? Ja, er is echt heel veel veranderd. Net zoals ik woonde daar bij de Van Harenstraat. In die huizen zaten allemaal drugsdealers. Ik was opgegroeid ook met mensen die verslaafd waren. En ik zag gewoon heel veel mensen die verslaafd waren op straat en gewoon gebruiken. Ja, het was gewoon niet veilig, maar als kind besef je dat niet zo heel erg. Wat is er veranderd? Nou, nu hebben ze dus heel veel huizen gesloopt die zeg maar oud waren. En ze hebben gewoon nieuwe huizen gebouwd. Wat je ook aan die kant ziet, is zeg maar daar zijn allemaal koopwoningen. En ja, het is echt gewoon, als je gewoon door dit stuk loopt, dan zie je echt een verschil tussen gewoon verschillende soorten groepen. Dus zeg maar de arme mensen, om zeg maar te zeggen gewoon mensen die gewoon wat minder hebben. En de mensen die dan zeg maar werken en gewoon wel iets meer hebben. Ik vind het eigenlijk heel goed dat ze dat hebben gedaan. Want ik vind gewoon van, kunnen gewoon die mensen elkaar ook leren kennen. En ik zie daar op dat pleintje, gewoon altijd gewoon, kijk, nou zie je daar ook gewoon mensen waar je normaal gesproken niet zo echt mee zou praten. Die zijn dan zeg maar van een hogere stand of zo. Die spelen gewoon met andere kinderen en ik vind dat normaal. Door die wijk zo te mengen met de mensen die werken en niet werken, vind ik het wel goed. We spelen samen, heel gezellig op het plein met alle kindertjes erbij. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Zou u het leuk vinden om hier weer terug te komen? Jawel, ja, ik zou wel hier nog willen wonen. Het is nog steeds een gezellige wijk.